Kerst. Hij zat in de kroeg van Kees en Gerda. Het borreltje van Kees en het biertje van een klant. Het was totaal nat en koud. Het sneeuwde buiten en het was eigenlijk kouder dan het lijkt. Ko, want zo heette hij, was ooit een bekende trompettist, maar ook een kundig elektro-ingenieur, tenminste dat werd gezegd. Hij was zo'n man die de elektra controleerde als je een huis ging verbouwen. Toen was dat nog aan strenge regels onderhevig. Er was iets in zijn leven gebeurd, dat was duidelijk. Nu had hij niks meer. Wat hij aan had was zijn eigendom. Hij had geen goed geheugen, geen huis, geen gezin, geen vrienden. Dat is niet helemaal waar, want vele kasteleins en cliëntelen, restaurateurs en winkeliers hielden hem op pad. Zo ook Kees en Gerda. Er waren voor hem slechtere tijden geweest. Hij had het zo bont gemaakt dat werkelijk niemand hem meer wilde helpen. Nu was dat weer verleden tijd. De kroeghangers en de kroegen hadden een muziekavond voor hem georganiseerd.